Dag meneer Zweers, fijn dat we u zo snel kunnen spreken als nieuwe pastoor voor de parochie Paus Johannes de 23e in Houten. Ja. We zijn heel benieuwd naar u als nieuwe pastoor. Kunt u eens wat vertellen over uzelf? Dat kan ik zeker. Ik ben zelf 44. Ik ben bijna 14 jaar priester. Ik kom van oorsprong uit de Liemers, dat is het oosten van Gelderland, in de buurt van Doetinchem, een dorp Weel. Ik ben de oudste van een gezin van 5 kinderen. Ja, ik heb een paar foto's genomen. De eerste foto is van mijn doop. Een zwart-wit foto? Een zwart-wit foto natuurlijk, 1969. Volgens mij was het 21 september toen ik gedoopt werd. Mijn vader en mijn moeder, heel jong. Ik ken een doopjurkje volgens mij. Er waren al meerdere in het doopjurkje gedoopt. Nou, eigenlijk een heel eenvoudig gezin. Ook wel een doorsnee katholiek gezin. Nou, ik heb mijn ateneum gedaan. Ateneum gestudeerd. En ik had eigenlijk al vanaf mijn 14e ook wel heel sterk het gevoel van... dat ik wel heel veel met mijn leven iets anders wilde. En ik heb me altijd erg vertrouwd gevoeld bij de kerk. Er zat kinderkoor, tienerkoor. Ik werd op een gegeven moment ook acolyet. En voor mij waren heel bepalend eigenlijk wel twee personen daarin. Dat was een broeder die het tienerkoor leidde van het klooster, van school. En een nieuwe pastoor die kwam, die was niet zo heel oud. En die kon eigenlijk de traditie van de kerk goed verbinden met het moderne leven. En dat deed me eigenlijk ook wel de vraag stellen van, goh, die mensen zijn gelukkig en die maken wat van hun leven. Die laten ook een geloof bepalen in hun leven. En is dat niet iets voor mij? Zou dat niet wat voor mij zijn? Nou, en eigenlijk vanaf mijn 14e, 15e ben ik er echt over na gaan denken van of een kloosterleven of priester worden. Met de beelden die je hebt als je als 15-jarige, dus dat is toch een soms wat romantisch beeld ingevuld. Wat voor mij ook belangrijk is geweest, heel mijn leven lang, is dat ik heel actief ben geweest bij de scouting. Dus ik ben als welp begonnen, verkenner, Roan, leider geweest, welpenleider, verkennerleider, groepsbegeleider. En juist de scouting is voor mij heel belangrijk geweest, omdat dat toch gericht is op zelfredzaamheid. Ook wel een zekere romantiek van het bos, van spelen in het bos, van avontuur. Ook allerlei wat ontberingen kunnen hebben, zeg maar, zeker de primitiviteit. Een belofte die dan afleggen, ben je met je hand op de totem. Een totem is zo'n wolvenkop met allemaal leertjes eraan, van alle dingen die georganiseerd werden. Met de welpenleidster Raksha. Raksha is dan een naam uit het jungleboek, want nou, zo gaat het bij de welpen. Alle leiders en leidsters hadden een naam uit het jungleboek. Toen ik zelf leider werd, was mijn naam Mang, dat was de vleermuis. Maar Raksha, dat was ook echt mijn favoriete leidster. En ik heb later, toen ik een hond had, heb ik hem ook Raksha genoemd. Dus dat wilde ik ook. Ik denk van, nou, als ik een hond neem, neem ik hem of Henk naar de pastoor. Of Raksha, als het een teefje is. Nou ja, het was een teefje, dus... Dus werd haar naam Raksha. Op mijn 19e ben ik theologie gaan studeren. Eerst op een seminarie. Dat is een seminarie is een soort kostschool. Met opleiding en leven is intern. En dat was op Volduk in Kerkrade. Daar ben ik 2 jaar geweest. Met heel veel plezier. Maar ik zag mezelf toch niet zo als priester alleen aan de pastorie. En ik wilde eigenlijk nog meer. En eigenlijk wilde ik toch liever God dienen als kloosterling, als religieus. Dus dat je leeft in een gemeenschap van broeders en paters. En van daaruit de dingen doen. Ook een leven in soberheid. Dat is voor mij toch echt wel een belangrijk iets. Dat je eenvoudig en een sober leven leidt. Toen ben ik weggegaan bij het seminarie. En ben toen ingetreden bij de Augustijnen. En de Augustijnen, dat is een gemeenschap van broeders en paters. Die de regel van Augustinus volgen. Die zaten in Eindhoven. Eindhoven, dat was in Eindhoven. En vanuit Eindhoven ging ik dan naar de Universiteit van Utrecht om daar theologie te gaan studeren. Ik werd weggegaan in het klooster. En ben toen uiteindelijk voor het aartsbisdom Utrecht priester geworden. En ben in 25 september 1999 ben ik dan priester gewijd. Door kardinaal Simonus.
die mij de hand opgelegd heeft. Dat gebeurt met een priesterwijding dan. Dat is een hele lange viering, duurt wel ruim 2 uur. Er gebeurt heel veel, maar de wijding op zich is dat de bisschop bidt om de Heilige Geest en de handen oplegt om als het ware je te zenden om in zijn naam ook de sacramenten te vieren, om voor te gaan de eucharistie te dopen, sacrament van boete en verzoening uit te reiken. Dus levensmoment voor mij. Mijn eerste parochie was, dat was heel mooi, het was eigenlijk thuisgebied. Dan kom ik in het westen van de Achterhoek terecht, in de buurt van Hengelo, Gelderland, Keienborg, Steenderen, hele kleine plaatsjes tussen Zutphen en Doetinchem. Dus ik woonde samen met de pastoor op de pastorie in Keienborg en van daaruit zorgden wij voor 6 kleine parochies. En dat was eigenlijk een hele mooie tijd, ook samen op de pastorie te wonen. Je moet toch ontdekken hoe je bent als priester. Ik heb mijn jongerenwerk, waar ik van harte ook bij de scouting lag, ook daar manier in kunnen vullen. Ik organiseerde missionaarskampen, tienerkampen of acolytenkampen. Deed allerlei dingen en dat. Ik ben daar 5 jaar geweest en in november 2004 ben ik naar Culemborg gekomen en om daar pastoor te worden van wat laat is geworden de Sint-Bertus-parochie, dus het gebied tussen Leerdam en Kesteren en Culemborg en Tiel. Dus een heel groot oppervlakte. Ja. U heeft nu 2 parochies en 17 kerken? Ja. Dat is best veel. Ja, dat is heel veel. Ik moet ook echt zeggen dat ik ook een hele kluif van heb. Dat, hoe dat te coördineren, hoe dat te managen, vind ik nogal een opdracht. En ik ben iemand die zijn verantwoordelijkheid heel erg neemt. Dat ook voelt, op zijn schouders voelt. En best kan delegeren, maar ik voel zeker mijn verantwoordelijkheid. En dat betekent dus ook dat in de tijd waar we voor staan, dat dus de lokale gemeenschap, de eigen lokale gemeenschappen, hoe belangrijk die ook zijn, dat we ook als pastoral team ook de kans moeten krijgen om ook verder te kunnen kijken dan alleen maar de eigen lokale gemeenschap in Houten of Schalkwijk of Bunnik. Maar dat we ook heel nadrukkelijk zoeken, wat kan samen binden en wat kunnen we niet samen doen, maar moeten we ook dingen doen die we over 5 jaar ook nog kunnen doen. En dat betekent soms dat je als pastoral team keuzes moet maken die niet iedereen even leuk vindt. Die vooral gaan over tijd en management, maar ook gaan over wat is nou krachtig. Dus moet je tot een lengte van doorgaan, iets dingen volhouden. Hanteer je de kaasschaafmethode, zeg maar. Hè, van dat je iedere keer iets afhaalt tot er uiteindelijk maar heel iets kleins overhoudt. Of kies je ervoor van nou, dat is krachtig, daar wil op inzetten of daar weer nieuwe ideeën voor. Maar dat gaat voorbij aan de eigen lokale gemeenschap. Nou, en ik hoop dat mensen dat ook kunnen begrijpen, dat we daar ook op wat insteken. En dat ook nodig hebben, dat een kerk ook nodig heeft. Dus dat een kerk niet gericht is op het behouden van hetgene wat je hebt. En datgene wat goed is, wil je graag zeker behouden. Maar dat een kerk ook gericht is op, en hoe gaan we nu anno 2013 met deze mensen, kunnen we daar invulling aan geven. En daar moet een pastoral team soms ook vervelende keuzes maken, of juist inspirerende keuzes waar mensen nog nooit aan gedacht hebben, om mensen samen te brengen. En dat gaat dan wel over de grenzen van de lokale gemeenschappen heen. En dat, ik denk dat voor de toekomst ook gewoon ook nodig is en ook moet gebeuren. Ik ga zelf nauwelijks op vakantie, maar dit soort dingen, daar kan ik wel van genieten, en van die kampen die ik organiseer. Dus, spelletjes, bosspel, kamperen, trektocht houden, klimmen. Dus ik heb vaak geklommen in Ardennen of Luxemburg. Boogschieten, kano en dat soort dingen. Dus een beetje het fysieke kant. En dan vooral met jeugd en jongeren. Een leeftijd van 12 tot 15. Maar je bent ook actief met de leiding. En ik merk zelf, ze zijn allemaal rond de 20. En ik kan me eigenlijk heel goed mee verhouden. Vooral ook dat je daarin ook ze verbindt met de kerk. En dat ze daar ook geloof kunnen verdiepen door actief te zijn ook voor die tieners. Wat is voor de katholieke kerk in 2013 belangrijk om te doen? Nou, verschillende dingen. Wat heel belangrijk wordt is, hoe kun je op een nieuwe manier kun je gemeenschap vormen? Kijk, we hebben vaak een heel duidelijk idee, begrip van wat een gemeenschap is. Dus waar je betrokken voelt.
Maar als je verder kijkt naar de toekomst, is dat het begrip van gemeenschap gaat op een andere manier invulling geven dan alleen maar de gemeenschap daar waar je woont. Als je kijkt hoe internet gebruikt wordt, of de sociale media gebruikt worden, om ook op een bepaalde manier gemeenschap te vormen, dan is dat iets waar je als kerk ook wat mee moet doen. De hint daar is niet zozeer belangrijk, de waarheid belangrijk, maar de waarachtigheid van de dingen is belangrijk. En de waarachtigheid, dus de media, dus ook wat breng je aan verhalen naar buiten toe, waar sta je als kerk voor? En als daar zeker als daar waarachtigheid uitspreekt, nou, dan kun je mensen daarvoor winnen. Dat is één ding. En een ander ding wat je nu ook wat mensen nu veel meer van belang vinden, is dat je mensen binden zich niet voor lange tijd ergens aan, maar veel projectmatiger. Nou, dat is een gegeven. Daar moet je wat mee doen. Dus moet je ook projecten doen, of projecten organiseren waar mensen zich voor korte tijd of voor een tijdje aan kunnen engageren en dat doen. Bovendien heb je ook, en met name bij jeugd heb je het sterker, maar dat gaat ook wel door meer leeftijden heen, dat je toch een soort evenementen geloof krijgt. Dus je moet dingen organiseren waardoor je mensen bij elkaar krijgt van nou, dat was mooi, dat was goed om daarbij te zijn. En nou, wat toen gezegd werd, nou, dat heeft me echt geraakt. Of ook als ik er niet bij was, ik vind het heerlijk dat mijn club, mijn kerk waar ik bij hoor, die dat soort dingen organiseert. Nou, vandaag is een startzondag, 450 mensen in de kerk, alle koren zingen, hartstikke goede sfeer met elkaar. Nou, dat moet je koesteren. Maar ook met een kleine club van 10 parochianen die naar een klooster gaan of zo, en of een weekend hebben. Dat zijn evenementen en die komen niet in plaats van de gewone zondagse viering of gewoon het huisbezoek van mensen. Maar die heb je wel nodig om de schwung erin te houden, om de pit erin te houden. En daar moet je ook wat meer op focussen om daarmee ook buiten de gewone locatiegrenzen mensen bij elkaar te brengen. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb in mijn huidige parochie, ook de Sint-Bertus, dus Culemborg en omgeving, heb ik 2 jaar geleden begonnen met een kruisweg. Ik heb de kruisweg niet in de kerk gehouden, maar buiten de kerk gehouden. Waardoor parochianen zeg maar de staties van de kruisweg uitbeelden. En dan in de binnenstad van Culemborg. Nou, Culemborg is een mooie oude stad. Binnen de gracht, oud en nieuw, kun je het mooi doen. We hebben een aantal kerken op Goede Vrijdag niet de kruisweg laten doen. Maar die sloot zich aan bij de kruisweg in Culemborg. Dat doen wel op Goede Vrijdagsmiddag. 450 mensen lopen mee in de kruisweg op vrijdagsmiddag 3 uur. Nou, hartstikke goed. Maar ook een pers die dat ziet en dat ontdekt. Denk van, nou, goede pers naar voren. Maar ook dat je een evenement hebt waardoor je mensen bij elkaar brengt. En dat is, hoe waren de reacties daarop? Heel positief. Dus heel positief. Mensen verwachten, denk van, nou, die waren wat huiverig. Van, krijg je geen reacties op straat? Hè? Maar het was juist een hele gewijde en verstilde sfeer. Meer dan de Passion, zeg maar, in Gouda of Rotterdam of Den Haag, zeg maar, die toch ook een evenement is, maar ja, het kan wat oppervlakkiger worden, zeg maar. Maar de reacties waren juist heel goed en heel positief. Ook van mensen die dus niet, en dat is juist ook een missionaire. Je gaat de straat op, je laat wat van je kerk zien. En dat moeten we ook steeds meer laten zien, want mensen komen niet vanzelf het kerkgebouw binnen. Dus je moet van je laten zien naar buiten toe. Maar ook op een manier dat niet dat ook open is, dat wat uitnodigend en nieuwsgierig maakt. Dus, waar haalt u de inspiratie vandaan om met dit soort ideeën te komen of in algemene zin? Want je moet natuurlijk wel iets te bieden hebben, dat zei je net ook. Ja, dat is mijn geloof. Dat is mijn geloof in Christus. En dat God mij ook de talenten gegeven heeft om daarmee te werken. En nou, ik ben creatief, een aantal dingen met ideeën, dingen die ik onderneem. En dat je dus ook een team van mensen om je heen verzameld hebt, die het ook kunnen ondersteunen en soms andere taken daarin kunnen hebben. Als je dan kijkt naar die scouting en naar het verleden in het klooster en naar de situatie waarin je nu bent, hè, wat is dan de rode lijn? Dat niets is zoals alles blijft, zeg maar. Dat ook heel veel verandert. Die rode lijn voor mij is dan dat ik een sterke korpsgeest heb. Dus daar waar ik me toe verbind, met de gemeenschap met wie ik verbind,
daar ga ik heel ver in. Dus ook datgene wat ik voor hen wil doen en wat ik voor hen kan betekenen en wat ik voor mezelf dan ook vraag. Dat had je bij scouting, had dus een erecode, dus ook dat je voor jezelf daar verantwoording aflegt, ook over je eigen leven. Dat vond ik al bij de scouting, dan vond ik dat in het kloosterleven ook, dan had je ook een erecode, ook een gemeenschap waar je toe verhoudt. En nog steeds voor mij geldt dat ik graag binnen een gemeenschap ook zou verbinden. Kijk, ik woon nu wel alleen op een pastorie, maar ik zou het liefst ook in een gemeenschap van medebroeders willen leven om van daaruit ook de zielzorg, het evangelie te verkondigen, te leven, nieuwe dingen te organiseren. En dus dat is wel een rode draad voor mij. En ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Dus je hoeft het ook niet helemaal alleen te doen, maar wel mensen om je heen verzamelen met wie je dat samen kunt doen. En dat ieder op zijn of haar plek staat om de juiste dingen te doen. En ook de inspiratie bij het evangelie te vinden daarin. Dus, belangrijk dat je als pastor ook blijft studeren. En je kunt niet 7 dagen in de week, 24 uur per dag alleen maar geven aan mensen. Aan aandacht, aan organisatie. Maar je moet zelf ook kunnen ontvangen. Eerst dan van God zelf kunnen ontvangen. Maar ook doordat je studerend bezig bent, ook jezelf vormen. En daardoor ook kunnen ontvangen wat je aan, hoe je tegen God aankijkt, kerk aankijkt. En ook tegen een visie, hoe je als kerk anonu soms te raden kunt gaan bij een kerkvader van 1600 jaar geleden. Heeft u nog een wens voor onze parochie? ik heb heel veel wensen natuurlijk voor onze parochie. Ik wens voor onze parochie dat wij het met elkaar mogelijk maken dat ieder voor zich persoonlijk Christus vindt. Dat is mijn wens. En wat voor organisatie, welke vorm daarbij horen, vind ik altijd maar triviaal. Maar uiteindelijk begint het daarmee dat wij met elkaar Christus vinden. En dat we elkaar op weg helpen daarin. Dat wens ik.